Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost, uw partner in audiovisueel. Welkom en leuk dat je kijkt naar het Weekjournaal. Allereerst aandacht voor zaterdag 19 december, want dan is het tijd voor de bingo. Zaterdag 19 december is het zover, de online kerstbingo. En ik sta hier naast Paul Schotten. Jij hebt er al heel veel zin in, hè? Ja, zo te zien wel, hè. Nou ja, goed om daar direct maar even mee verder te gaan. Ja, inderdaad, 19 december kerstbingo. Ik heb de juiste outfit al aan. We hebben ook een prijs voor de mooiste verklede groep mensen, personen, zeg het maar. Hè, die tijdens de bingo eventjes een selfie opstuurt. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, daar komen we nog wel even op terug. Ja, dit is natuurlijk al niet te overtreffen. Dus ik denk dat ik die prijs zelf mag houden. Maar we gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Ja, en over prijzen gesproken. Er zijn dit jaar heel veel prijzen te verdienen, Paul. We hebben inderdaad nu al meer dan 100 prijzen. Voor zowel de bingo voor volwassenen, dus de avondbingo. Maar we hebben ook nog een kerstbingo. Een kinderkerstbingo hebben we ook nog. Van 6 tot 7. Voor alle jeugdleden tot en met JO 13. Die kunnen zich nog aanmelden via de site. We hebben echt fantastische prijzen daarvoor. 2 bingo-rondes, een keer Rad van Fortuin erbij. Hartstikke leuk. We hebben echt zulke mooie prijzen en zoveel prijzen. Ja, en dan natuurlijk 's avonds, hè. Dan gaat het los. Kunnen we de gezelligheid niet naar de club brengen? Brengen we de gezelligheid binnen en brengen we de centjes naar de club. Maar laten we één ding niet vergeten. Meer dan 100 prijzen. Meer dan 100 prijzen. Sponsoren uit reizen en omgeving. Je kunt het zo gek niet bedenken. We hebben een minuut gratis winkelen, zit erbij. We hebben een barbecue ter waarde van 10 euro. Het halve varken is natuurlijk traditioneel. Maar ook de traditionele prijzen. Zoals volle tassen met boodschappen, vleesschotels en verder hele leuke dingen. Ook daar gewoon bingo rondes en Rad van Fortuin. En mensen, laten we één ding voorop stellen. Meer dan 100 prijzen van de sponsoren. Die onze club steunen en onze kerstbingo steunen. Laten wij er nou met z'n allen aan denken dat wij die sponsoren nou ook steunen de rest van het jaar. Hè, zodat de lokale ondernemer er weer bovenop komt en ook gewoon straks weer een fatsoenlijke boterham kan verdienen. En de allergrootste prijs is natuurlijk de gezelligheid die wij als Excelsior 31 toch bij u thuis brengen. Gezellig een avondje met het gezin op de bank om mee te doen aan die bingo. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Jij dan, Paul? Ja, ik ook. Ja, als het goed is, ja, ik kan wel zeggen we zien jullie 's avonds. Ja, jullie zien ons. En wij zien jullie niet, maar dat het een feest wordt. Ja, ik zie vooral ook die geweldige foto's, hè, die zie ik daar. Of allemaal kerstmutsen, kerstdraaien, balletjes in de oren. Je kan het zo gek niet bedenken. Ja, ik kan het zo gek niet bedenken. Absoluut niet. Ja. Dus allemaal meedoen. Je kan je aanmelden via de website van Excelsior 31. 19 december, dan is het zover. De online kerstbingo vanaf een uurtje of 8 hier in ons clubhuis. Ja, bingokaarten aan 5 euro. 5 rondes, 4 gewone rondes, 1 superronde. En natuurlijk... Vergeet absoluut niet. We hebben zoveel prijzen voor het Rad van Fortuin. En hoe meer loodjes je koopt voor het Rad van Fortuin, des te vaker je kans maakt. En die kosten maar 2 euro per stuk. En ook daar mooie vleesschotels, mooie flessen wijn, van alles zit erbij. Echt leuke dingen. Dus ho ho ho, geef je op voor de Excelsior 31 online kerstbingo. Ik zie je 19 december. EHBO'ers kunnen van grote waarde zijn bij incidenten op het voetbalveld. Fysiotherapeute Dionne heeft een onderzoek gedaan naar de gang van zaken omtrent het EHBO op de club. Ja, dat klopt. Ik moest voor mijn masteropleiding sportfysiotherapie moesten wij de EHBO implementeren bij een sportvereniging. En dat hebben we gedaan binnen het eerste elftal van Excelsior 31. Hoe heb je dat precies geïmplementeerd? We hebben een standaard protocol gemaakt. Daarbij hadden we de staf betrokken. Dus een leider, een materiaalman in dit geval, de trainer, de assistenttrainer, de fysio. Daarbij hadden we 1 vaste EHBO'er en de rest had allemaal ondersteunende taken. En we hebben oefenavonden gehad, online moest dat. En daarmee is iedereen eigenlijk betrokken geworden bij dit hele plan. En doordat iedereen eigenlijk wel enthousiast was, is het ook wel een succes geworden. Nou, en dat was zo'n groot succes dat jullie het nu willen uitbreiden over de overige elftal, hè? Ja, klopt. Het liep binnen het eerste elftal zo goed dat we erover na hebben gedacht om dat verder in de club ook uit te breiden. Zo willen we eigenlijk binnen de jeugd, dames en seniorenteam ook ervoor zorgen dat er binnen elk team 1 EHBO'er is. En dat de rest ook op de hoogte is van zijn haar taken. En dat iedereen dan handelt volgens dat standaard protocol. Waarom is het nou zo belangrijk?
Nou, omdat als het misgaat tijdens een incident, doordat er verkeerd gehandeld wordt, dat wil je natuurlijk niet als club niet, maar ook niet als jij degene bent die daarbij staat. Dus ik denk dat het voor iedereen belangrijk is dat hij weet wat hij moet doen bij zo'n moment. En we willen eigenlijk de veiligheid voorop en we kunnen daar met ons allen ons hart voor maken. Nou, dat klinkt heel goed. En wat kunnen de mensen nu zelf doen? Aanmelden zou ik zeggen voor een EHBO-cursus. Volgens het protocol dat we hebben opgezet is het wenselijk om binnen elk team één EHBO'er te hebben. Mensen die zeggen van nou, ik wil dat in een team wel doen, kunnen zich aanmelden via Johan Lichtenberg of Wim Brugink. En op die manier hebben wij op de zaterdagen en op de trainingsavonden meer bezetting wat betreft de EHBO en kunnen we het zo wat veiliger houden. En we gaan door met Latje Trap. Alweer de vijfde aflevering waarin de spelers van het eerste elftal met elkaar de strijd aangaan. De strijd op het middenveld. Derian Reinders tegen Michel Gerritsen-Mulkes. Och jongens, pas op, heel statief erbij. Derian, de kruising is makkelijker voor jou dan de lat, hè? Ja, de lat doe ik niet zo goed in, zie je wel. Waar ging je nou mis? Liever in een netje. Waar ging je nou mis dan? Ja, het was toch wel een paar dichtbij, maar net eronder of net erover. Of je schrok een beetje van Michel? Nee, ik ben niet zo bang voor Michel. Michel, alles draait bij dit spel om tactiek, hè? Zou je denken? Ja, want ik zie even jouw ballen waar ze dan liggen. Dat was 30 centimeter naar achter. Jij dacht, ik schiet ze de eerste keer zo ver over. Ja, 30 centimeter. Dus, ja. Ja, berekend. Uiteindelijk is het is net wiskunde. 1-0 is genoeg. En zo plaatst Michel zich als tweede Gerritsen-Mulkes voor de volgende ronde. Volgende week zien we twee keepers aan het werk. Anthony van Zaltbommel tegen Melvin Koetsier. En dan is het weer tijd voor de archiefbeelden uit het seizoen 2009-2010. We gaan kijken naar een uitwedstrijd tegen PKC. PKC 83, spelend in het blauw-oranje, kregen de zaterdag hoofdklasse C Excelsior 31 uit Rijssen op bezoek. De stadjes hebben de punten hard nodig na 6 nederlagen op rij. Het zijn de gasten die beginnen met een aanval. Brugge met de voorzet, Leverink, vasthouden scheidsrechter, aanvallen loopt door. Maar Salomé ruimt op. Vrije trap PKC, Etemadi achter de bal. Haandrikman helemaal vrij, dicht bij de 1-0, maar het aluminium redt Excelsior. De gasten via Uskuk. Voorzet, Leverink met een goede aanname. Zijn schot gaat naast. Een goede mogelijkheid voor Excelsior. Vrije trap voor de bezoekers. Uskuk, Salomé verdedigt sterk. Goede paas op Mulder. Mulder met een actie, maar zijn schot mist kracht. Naast. Vlak voor rust, weer een vrije trap. Kloetstra neemt hem. Oosterkamp met het hoofd en PKC komt op voorsprong. 1-0. Na rust is het Excelsior dat een tandje bijschakelt. Ingooi, Uskuk. Goede paas. Davina is beheerst en maakt de gelijkmaker. 1-1. En PKC moet weer aan de bak. De stadjes in de aanval. Van de slot. Etemadi. Houdt controle. Terug op van de slot. Hij ziet Pannenkoek. Die komt in. Maar zijn kopbal gaat over. We zitten in de 86e minuut. De bezoekers in de aanval. Voorzet op Leverink. Helemaal vrij. Keeper.
Dan is daar toch nog topschutter Leverink met de winnende treffer van de wedstrijd. En wat een pech voor PKC. De wedstrijd eindigt in een 2-1 overwinning voor Excelsior 31. En PKC weet daarom opnieuw niet te winnen. De Stadjers blijven na het verlies met 9 punten op de 1 na laatste plaats. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Aanstaande vrijdagavond zijn we er weer met Koppen zonder Noppen met Erwin Leurink. Heel graag, tot dan! Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door AV Oost, uw partner in audiovisueel.